Giovanni Korte. Afgelopen weekend was natuurlijk een heel nare weekend. Hè? Vervelende wedstrijd gespeeld, teleurstelling. Is die teleurstelling een beetje verwerkt deze week? Ja, denk het wel. Dat denk ik wel. Ik denk, we hebben nabesproken en we weten waar het aan heeft gelegen. Dus dat moet morgen beter. Ja, want kun je daar dan nu de vinger op de zere plek leggen? Lag het echt aan het feit dat je niet in de duels kwam, misschien te snel je voet in trok, te laat was overal? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En we gaan er morgen gewoon volop voor en belangrijke wedstrijd. Natuurlijk, elke wedstrijd is belangrijk, maar de laatste thuiswedstrijd was goed en we gaan dat proberen door te zetten. Ja, is dat wel een houvast thuiswedstrijd, hè? Want met die 19.000 man dan lijkt er iets los te komen, hoe raar dat misschien ook klinkt. Maar dan lijkt er bij jullie ook een vonkje over te springen van 110%, zeg maar, in plaats van misschien de 100 of 100% die je normaal gaat. Ja, tuurlijk, daar verspeur je bij NAC en daar staat bekend om, avondje NAC, nu op vrijdag dan. Maar het blijft een avondje NAC en dat kan wat speciaals meebrengen en dat ligt aan onszelf natuurlijk. Maar het publiek hebben we keihard nodig en dat zal morgen denk ik niet anders zijn. Kijk je stiekem ook al een beetje naar de ranglijst. Je zegt het al tegen ADO, belangrijke wedstrijd. Ze staan een punt 5 boven ons. Elke keer als je toch een driepunter weet te boeken of kan boeken, dan maak je een sprongetje. Ja, klopt. Ja, zeker. En het is wel tijd om een sprongetje te maken, zeker. En we gaan er morgen keihard tegenaan. Krijg je al een beetje plagerijtjes uit je eigen stad, of niet? Niet echt. Nee, wel contact gehad met een paar gasten. Maar zodra het fluitsignaal gaat, dan zijn het even geen vrienden meer, hoor. Lekker die beugelsdijk opjagen en afpakken. Ja, zeker weten.